Hallo, dat was Irma, de gebarentolk. Had u haar herkend? Zij is een van de tolken die tolkt op de Nederlandse televisie. Omdat ze in Den Haag woont, heeft ze allerlei interviews uitgelegd, wordt zij vaak gevraagd bij de persconferenties, maar ze is lang niet de enige. Er zijn een heel team van tolken die de journaals tolkt en in sommige gevallen ook persconferenties. Die tolk die heeft heel wat losgemaakt in Nederland en daarom wil ik komende tijd een aantal korte webcolleges daar wat meer over vertellen. Over gebarentaal en over het werk van die tolk. Heel wat losgemaakt bij dove mensen, zal ik zo ook wat over zeggen. Maar zeker ook bij de horende maatschappij, die helemaal niet bekend is met gebarentaal, die het eigenlijk maar weinig ook op tv te zien krijgt. Losgemaakt, hier één voorbeeld, Fokke en Sukke van... Wanneer was het? Een paar dagen geleden in de NRC. Fokke en Sukke proberen iedereen te bereiken en zetten een tolk in. Staat tussenin. Fokke vraagt wat is het verschil tussen een mondkapje en een onderbroek. En Sukke zegt, sorry Fokke, ik kan het niet met haar erbij. Het is ook voor de mensen die daar staan, dat heeft u misschien gezien, bij minister De Jonge die zo omkeek naar de tolk. Hoe die het gebaar hamsteren zou doen. Het gebaar hamsteren komen we ook nog op terug. Is het ook iets om aan te wennen? Er staat ineens iemand bij die in een normale situatie er niet is. En waar je iets mee moet. Hè? Waar je rekening mee moet houden in ieder geval. Nou, het eerste eigenlijk... Wat naar voren komt, de eerste vraag die naar voren komt, waarom staat die tolk daar? Die tolk die staat daar te vertalen van gesproken Nederlands naar Nederlandse gebarentaal voor mensen voor wie die Nederlandse gebarentaal de moedertaal is. De voorkeurstaal, de eerste taal. Dat is een groep van, ja, hoe groot is best lastig in te schatten, maar we gaan meestal uit van toch in ieder geval zo'n 10.000, 15.000 mensen in Nederland die doof of ernstig slechthorend geboren is en voor wie een visuele taal de enige volledig toegankelijke taal is. Daardoor in hun hele leven de grootste rol speelt en ook van jongs af aan de manier is geweest om te leren. We weten niet precies hoe groot die groep is, maar we weten wel... Door bijvoorbeeld hoeveel mensen er naar dovenscholen zijn gegaan in het verleden, dat ongeveer om 1 promiel van de bevolking gaat, 1 op de 1000. En dan zou je dus voor Nederland uitkomen op 17.000 mensen. Waarschijnlijk is dat inmiddels wat aan de hoge kant. Veel vormen van doofheid worden nu ook voorkomen. Vroeger was bijvoorbeeld een oorzaak van doofheid rode hond tijdens de zwangerschap. Dat komt tegenwoordig veel minder voor. En dus worden er ook wat minder dove kinderen geboren tegenwoordig. Die taal die is heel belangrijk voor mensen en is ook niet zomaar de moedertaal, maar ik zei al, is de enige volledig toegankelijke taal. En dat is de reden waarom die tolk zo belangrijk is. Soms lees je in de media, waarom kunnen die mensen niet gewoon ondertitels lezen? Zijn doven niet tweetalig eigenlijk? Ja, liefst zouden we graag alle dove kinderen tweetalig onderwijs geven. Dat gebeurde ook steeds meer gelukkig, maar in het verleden was dat helemaal niet zo. Voor heel veel doven in Nederland en ook heel veel slechthorenden is het Nederlands niet die moedertaal, maar een tweede taal, een vreemde taal geweest die ze pas later in het leven hebben geleerd en die nooit helemaal op een... ja, spontane, toegankelijke, natuurlijke manier verworven kan worden. Het lezen van ondertitels is dus helemaal niet zo makkelijk voor de meeste mensen voor wie gebarentaal de moedertaal is. De meeste mensen, die zijn waarschijnlijk doof die die taal gebruiken. Maar we moeten niet vergeten dat er ook een hele groep is van mensen die horend zijn, maar die wel met die gebarentaal als moedertaal zijn opgegroeid. Alle kinderen van gebarende ouders, dove ouders die horende kinderen krijgen, die hadden weliswaar volledige toegang tot de gesproken taal, maar toch was de thuistaal, de moedertaal, voor die mensen ook de gebarentaal. En ook voor deze groep
We noemen die in het Engels wel eens CODA's, Children of Deaf Adults, kinderen van dove volwassenen. Ook voor hun is die gebarentaal veel meer de gevoelstaal, de moedertaal waarin je begrijpt wat de lading van iets is als iets verteld wordt. En dat is nou precies natuurlijk wat er bij die crisiscommunicatie zo belangrijk is. De lading van de maatregelen die voorgesteld worden, de lading van die virussituatie die beschreven wordt, wat er moet gebeuren, wat het belang van dingen is. Zeker in crisistijd, bij crisissituaties, moet die gebarentaal gewoon beschikbaar zijn op televisie. En gelukkig is die dat nu ook. Gelukkig, je hoort al een beetje misschien in mijn stem, dat is niet helemaal vanzelfsprekend in Nederland. Sterker nog, het heeft verschrikkelijk lang geduurd voordat in Nederland bij dit soort situaties, bij persconferenties bijvoorbeeld, gebarentaal beschikbaar is. Surf eens naar de website van uw gemeente, surf eens naar de website van het ministerie van Volksgezondheid. U zult er niet zo heel veel gebarentaal op aantreffen. We zijn vergeven van tekst om ons heen. Tekst die vaak heel belangrijk is, maar die voor dove mensen helemaal niet zo makkelijk toegankelijk is. En gelukkig is dat nu langzaam aan het veranderen. Die crisiscommunicatie wordt voorzien van een tolk. Dat gaat vaak met persconferenties en met officiële verklaringen. En dan staat er een tolk naast de aanwezige sprekers. Maar misschien heeft u gezien dat tegenwoordig ook het 8-uur-journaal 's avonds getolkt wordt, alleen dan op een apart kanaal. Op NPO Nieuws, op internet of via een bepaald kanaal op je televisie is die tolk ook te bekijken. Daarnaast geldt dat al heel lang in Nederland, maar ook weer niet zo heel lang, een jaar of 10 misschien, de ochtendjournaals getolkt worden. Om 7, 8 en 9 uur, ik geloof nog een keer ertussendoor, ook tegenwoordig worden de korte ochtendjournaals op de Nederlandse televisie getolkt op een van de twee kanalen waar die televisie, waar die tolk te zien is, waar die, dat journaal te zien is, sorry. Daar is elke ochtend een tolk te zien. En die tolk dan ook meteen even het jeugdjournaal van de dag ervoor, zodat op scholen voor dove kinderen bijvoorbeeld het jeugdjournaal in de klas kan bekeken worden met tolk, net zoals veel horende kinderen samen in de klas doen. Dus voor dove mensen was het een bijzondere tijd, heeft die tolk heel veel aandacht getrokken, omdat er eindelijk informatie eens goed toegankelijk was. Hartstikke mooi. Maar voor horende mensen heeft het veel aandacht getrokken, omdat het nieuw is. En eigenlijk hebben heel veel mensen de afgelopen jaar, een jaar geleden ongeveer, toen die aanslag er was op een tram in Utrecht in 2019, was dat op 2018, ongeveer een jaar geleden, toen is daar actie voor gevoerd. Toen was er ineens een crisissituatie, we hadden een terroristische aanslag waarschijnlijk in Nederland. En waar was de tolk? Tegelijkertijd bleek dat in allerlei omringende landen in dat soort situaties een tolk eigenlijk vanzelfsprekend is. En je ziet nu ook steeds meer, als je erop let, bij fragmentjes in het journaal, bijvoorbeeld uit andere landen, fragmenten van een speech van Trump, van Bolsonaro. In Nieuw-Zeeland staat er altijd een tolk bij bijvoorbeeld, dat er heel vaak in andere landen nieuws en communicatie van de overheid gepaard gaat van een tolk. Dat bij heel veel publieke bijeenkomsten gewoon een tolk wordt ingezet, omdat er altijd wel dove mensen zijn die mee zullen kijken. Voor Nederland is dat nieuw en dat leidt dus tot allerlei belangstelling, zal ik maar zeggen, in heel brede zin. Heel veel humor. Hè? Gelukkig ook meestal humor waar de tolken ook wel om kunnen lachen. Maar ook meest uiteenlopende discussies over wat de tolk doet of waarom die er staat. En dat is een van de redenen waarom ik daar graag wat meer over wil vertellen. Die tolk, die wordt vaak dove tolk genoemd. Hij staat er toch immers voor dove mensen, om voor dove mensen het nieuws of een persconferentie beter toegankelijk te maken. Maar dove mensen zelf vinden dat helemaal geen prettige term, want zo'n tolk, die staat er om te vertalen tussen twee talen.
om van gesproken taal naar gebarentaal te gaan. En andersom in sommige situaties. Dus het is veel zuiverder, vinden veel doven, om die tolk te vernoemen naar de taler waarin die werkt. Het is een tolk Nederlands, Nederlandse gebarentaal. Of een tolk Nederlandse gebarentaal, Nederlands. Net zoals je zou spreken over een tolk Duits-Nederlands of Nederlands-Duits. Dat zijn de talen, dat zijn de werktalen, maar wat je in de praktijk ziet, is dat meestal toch de taal die het meest bijzonder is, dat die benoemd wordt. Dus als we in Nederland Duitse delegatie op bezoek hebben, dan is er een tolk Duits wordt ingezet. En dan benoemen we niet iedere keer een tolk Nederlands-Duits. En datzelfde zie je bij gebarentaal gebeuren. Dus meestal wordt er gesproken over een gebarentolk of een tolk gebarentaal. En eigenlijk is het dus niet zomaar gebarentaal, het is de Nederlandse gebarentaal. Dus ook dan zou je beter kunnen spreken van een tolk Nederlandse gebarentaal. Zelf heb ik niet zo heel veel moeite met die term dove tolk, ook omdat daar geldt. Het tolkt tussen dove en horende. En je benoemt de groep die het meest uitzonderlijk is, of die het kleinst is, of die in een bepaalde situatie het meest opvallend is. Maar netter is dus eigenlijk om over die talen te spreken, en dan gaat het over een tolk Nederlandse gebarentaal. Daar is nog wel iets meer over te zeggen, en daar kom ik een andere keer nog wel op terug. Voor dove mensen is het dus een bijzondere tijd, voor horende mensen die tolk waarnemen en daar ineens allerlei dingen in zien, is het een bijzondere tijd. Maar voor de tolken zelf, niet te vergeten, is het ook een bijzondere tijd. Waarom is zo'n persconferentie nou iets heel anders dan wat tolken meestal doen? Omdat zo'n persconferentie heel erg eenrichtingsverkeer is. Irma, die u toen straks zag, die staat bij die persconferenties te tolken van gesproken taal. Ze hoort links iemand praten of ze hoort rechts iemand praten. Ze vertaalt dat naar Nederlandse gebarentaal, maar ze ziet niet hoe het aankomt. Ze ziet niet wat de reactie is van het publiek. Ze tolkt, net zoals andere mensen die iets op tv zeggen, dat voor een anoniem publiek doen, je praat tegen een muur, als het ware. Maar toch is dat wel wat anders voor Rutte of minister De Jonge, die in die zaal zijn, want die praten tegen een publiek van journalisten. Die praten tegen mensen, die zien hun reactie, die kunnen daarop reageren, kunnen merken als iedereen ineens zijn wenkbrauwen fronst dat ze blijkbaar toch nog iets moeten uitleggen. De tolk die daar staat, die ziet wel die interactie in de zaal, maar de output van wat zij doet gaat naar de kijker op televisie, de gebarentaalgebruiker, en daar ziet ze niet de reactie van. Meestal werken tolken in een live situatie waarin zowel dove als horende mensen in de zaal aanwezig zijn en waarin zowel de vertaling van gebarentaal naar gesproken taal gemonitord kan worden door de tolk als de vertaling de andere kant op. En dat maakt voor het werk van die tolk echt een verschil. En dat is ook wat tolken, simultaan tolken, onderscheidt in veel situaties van vertalen, waarbij je een tekst neemt of spraak neemt die je uitschrijft in een andere taal. Een vertaling die je per definitie, omdat het tekst is, maakt voor een publiek waarbij je niet de perceptie, niet het begrip monitort. Je maakt iets wat op zichzelf begrijpelijk moet zijn. Voor tolken die bijvoorbeeld in het Europees Parlement werken, verschilt dat niet zo heel erg. Die zitten daarachter in de zaal, in die grote zaal, in een glazen hokje. En die hebben oortjes in, die krijgen de ene gesproken taal binnen. En die spreken de andere gesproken taal uit. En die merken ook niet zoveel van wat het publiek van hun boodschap daarvan meekrijgt. Of die het begrijpt of niet. Maar voor gebarentaaltolken is dat heel anders. Gebarentaaltolken werken meestal in live situaties, zei ik al, waar beide partijen, zowel de spreker als de luisteraar, of de gebaarder en de kijker, echt aanwezig zijn. In Nederland geldt dat ook. Ja, is dat nou goed geregeld eigenlijk in Nederland, de tolkvoorziening?
heel veel buitenlanders zijn erg onder de indruk van hoe goed dat in Nederland gaat. Maar eigenlijk is er nog wel verschrikkelijk veel te verbeteren. Dove mensen in Nederland die kunnen een tolk gebarentaal inzetten, hè, op kosten van de overheid, in drie soorten situaties. In werksituaties, 15% van hun contracttijd mogen ze dan een tolk inzetten. En dat is in heel veel organisaties is dat goed te plannen. Gaat dat prima, hè? Weet je wanneer een vergadering is of een evaluatiegesprek of een interview of wat dan ook. Reserveer je een tolk, die komt en de overheid betaalt. Prima geregeld. Er zijn ook heel veel werksettings waarin dat natuurlijk heel lastig is, waar alles heel ad hoc gebeurt en waarbij je eigenlijk ineens een tolk zou willen inzetten. En daar werkt dat veel minder soepel. Maar goed. Werksettings. Daarnaast mogen mensen tot 30 jaar een tolk boeken, een tolk inzetten voor alle onderwijssituaties. Dat geldt vanaf de kleuterschool tot en met, nou ja, een opleiding die je doet als je eind 20 bent. Je mag een tolk boeken en het UWV, de Rijksoverheid, vergoedt de werktijd van die tolk. Daar is de afgelopen jaren behoorlijk op beknibbeld. Hè? Op de vergoeding voor die tolk, daar is van alles ook over te zeggen, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo slecht. Hè? Dat je als individu gewoon alle cursussen die je volgt tot 30 jaar, dat je daar een tolk mag inhuren. Waardoor je dus veel breder dan, nou ja, in het verleden, zeg voor de jaren 90, de mogelijkheid hebt om jezelf te ontplooien en om onderwijs te volgen. En tot slot, werk, onderwijs, zijn er nog privé situaties waarin dove mensen voor 30 uur per jaar een tolk bijvoorbeeld kunnen meenemen naar de dokter, of naar een feestje, of naar een bruiloft, enzovoort. Naar een notaris, als je een huis koopt, noem maar op. 30 uur is dan ook weer niet overdreven veel, maar daar is de overheid meestal wel toeschietelijk. Als je die op hebt, hè, kunnen er weer uren bij, enzovoort. Helemaal niet gek. Hè? Dat zorgt voor heel veel toegankelijkheid. Dove mensen kunnen naar allerlei situaties, zoals in het onderwijs of in werksituaties, deelnemen op een niveau waarop dat in het verleden helemaal niet mogelijk was. Maar wat er wel nog heel erg vervelend is, en dat wordt ook een beetje eigenlijk daarin gevreven door die persconferenties, vind ik zelf, is dat dat altijd iets is wat de verantwoordelijkheid is van die dove persoon, die dove gebaardig. Die moet die tolk regelen, die moet zorgen dat dat met de formulieren allemaal goed komt. Terwijl eigenlijk in heel veel situaties zou je liever willen dat de organiserende partij of bijvoorbeeld de huisarts zorgt dat dat geregeld wordt. Hè? Altijd moeten dove mensen zelf daar achteraan. En afhankelijk van waar je woont in Nederland is het helemaal niet zo makkelijk om een tolk te vinden voor bijvoorbeeld morgen of overmorgen, want dan zijn ze allemaal al volgeboekt. Is het eigenlijk heel vervelend dat dat altijd weer bij dove mensen ligt. Waarom wrijven die persconferenties dat er nou in? Nou ja, omdat voor die persconferenties is het natuurlijk niet zo dat één dove in Nederland heeft gezegd, ik wil dat graag volgen. Irma, kun jij daar naartoe? Nee, de overheid heeft gewoon gezegd, wij vinden dat hier een tolk moet zijn en wij zorgen daarvoor. Nou, dat is wel iets wat echt in Nederland beter moet. Daar is iedereen het wel over eens. Mensen die evenementen organiseren, ja, als die waarschijnlijk kunnen maken dat daar dove deelnemers zullen zijn, die moeten gewoon de mogelijkheid krijgen om dat te regelen. Klaar. Waardoor het niet altijd één van die twee partijen is. Ik zei in het begin een tolk tussen twee partijen. En niet alleen maar alleen voor die doven. Het zou fijn zijn als organisatoren van allerlei bijeenkomsten, als die dat voortaan kunnen regelen. Of scholen bijvoorbeeld. En niet altijd weer de studenten die zelf hun eigen tolk voortdurend moeten boeken. Even kijken, heb ik dan alles gezegd voor vandaag? Nou ja, dat is nog één laatste opmerking over het gebruik van die tolken. En dat is dat het toch wel zeer de vraag is of die voorziening die we in Nederland hebben, of die ook echt goed gebruikt wordt. Dat wil zeggen, zijn veel doven in Nederland
en ernstig slechthorenden die gebarentaal gebruiken, of misschien ook wel die coda's die gebarentaal als moedertaal hebben, maar die geen recht hebben op een tolk, weten die wel in welke situaties ze een tolk kunnen inzetten en doen ze dat dan ook? Die coda's die krijgen geen tolkvergoeding voor de overheid, laat daar geen misverstand over bestaan, maar dove mensen wel. Maar doen ze dat dan ook wel? Nou is er recent onderzoek geweest, een proefschrift in Leiden van een kinderarts, Annika Smeijers, die heeft gekeken naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor dove en slechthorende patiënten. En wat bleek in haar onderzoek, eigenlijk wat we allemaal in deze sector wel onze klompen aanvoelden, dat gaat helemaal niet zo goed. Mensen in de gezondheidszorg denken vaak dat de communicatie prima gaat met een dove en slechthorende patiënten. Ze schrijven dingen op en dan begrijpen mensen het, of er is inderdaad een tolk bij. Maar uit dat onderzoek blijkt dat dat helemaal niet zo soepel gaat. En dat dove mensen zelf daar ook veel sceptischer over zijn. Maar dat er ook aangetoond kan worden dat de gezondheid van doven achterblijft bij die van horenden door die beperking aan de communicatie. En het zou echt wel goed zijn als we daar meer in investeren in Nederland, denk ik. Dat in de zorgsector de professionals ook zich er meer bewust van worden wat er nodig is voor goede communicatie. En tolken zoals Irma zijn daar belangrijke spelers in. En de zorgsector zou denk ik meer mogelijkheden moeten krijgen van de overheid om daar ook zelf in te voorzien, in die tolken. Dat zou de situatie in Nederland echt naar een hoger plan kunnen brengen. Omhoog. Daar wil ik het bij laten voor nu. In andere webcolleges kom ik terug op een aantal andere aspecten die spelen rond, eigenlijk allemaal naar aanleiding van die ineens zo zichtbare tolk Nederlandse gebarentaal op televisie. Dag!